Hallo, welkom bij onze videohop van Lovely Stampers. Ik ben Monique van Meertje Stempelgeluk en ik wil graag met jullie een doosje gaan maken. Het is de zogenaamde Love You Always Streetbox en deze staat in de mini-catalogus. Ik vind het een heel leuk schattig doosje. Ik had in de eerste instantie het echt gewoon helemaal over het hoofd gezien. Het is eigenlijk heel makkelijk in elkaar te vouwen. Ik ben ook nog dol op doosjes, dus ik had echt iets van hoe heb ik die niet kunnen zien. Er zitten al allerlei vouwlijnen in. Kijk, dit is al de deksel. De binnenkant is misschien ietsje gecompliceerder. Je gaat gewoon de vouwlijnen na. En deze vouw je weer zo. Deze flapjes vouw je naar binnen. En dan heb je hier nog een paar lijntjes. Deze komt ook weer naar buiten. Deze vouw je naar binnen. Die en die vouw je ook weer naar buiten. En dan pak je hem eigenlijk hier bij de kleine flapjes. Die klap je zo naar binnen toe. En dan vouw je zo die zijkanten omheen. Hou je even vast. Dat doe je bij de andere kant natuurlijk ook. Dan klap je de binnenkant zo erin. En dan sluit hij al mooi aan. Dan draai ik hem altijd even om. En dan kun je dus deze gewoon naar binnen vouwen. Die douw je gewoon tegen de kant aan. Hier zit een mooie uitsparing. Dus dan klikt hij in vast. En klaar is Kees. Oftewel, klaar is Monique. Kan die mooi in elkaar. Zo. Nou, wil ik het doosje aan gaan kleden. Zo. Ik kan mijn camera nooit helemaal recht boven mijn bureau hangen. Dus mijn mat ligt hartstikke scheef. Dus ik ga wel vaker uit beeld. Maar ik doe mijn best. Mijn lamp reflecteert wel in mijn papiersnijder. Maar het is niet anders. Ik heb hier het leuke Suddles papier. Het DSP van de hoofdcatalogus. En die wil ik gaan snijden op 10 bij 6,5 voor de voorzijde. Nou loopt hier een tekst. Zet ik toch maar even mijn bril op. Dus mijn tekst die loopt zo. Dus dan snij ik hier op 6,5. En dan op 10. Je kunt ook eerst alles... Misschien beter, voordeliger. Maar zo krijg je ook leuke blokjes. Zo. En dan voor de zijkanten, voor de lange kanten. Die moeten dan ook 10 bij 3,5. Zal ik hem eerst op... even denken, 3,5. Ik doe eerst op 10. 10 bij 3,5. Ik zal vast wel weer uitmaken hoe het verdelig is voor je papier. Maar eerlijk gezegd ben ik daar niet zo heel erg goed in om het zo verdelig mogelijk te snijden. En dan snij je dus, je hebt twee zijkanten, dus 2 keer 3,5. Je zou er nog voor kunnen kiezen om zeg maar die zijkant hier van het doosje te doen. Maar ik vind het mooier als dat gewoon wit is. Dus dit kan aan de kant. Dan kunnen we dit op gaan plakken. Dat doe ik met mijn Tombow. Je kunt natuurlijk ook met tape doen. Tear and tape of met een lijmroller. Maar ik vind het eigenlijk wel makkelijk dat je hier nog kunt verschuiven. Zo. Dat is zo'n mooie kleur. Ja, ik vind sowieso heel de Suddles collectie heel erg mooi. Ja, ik vind gewoon bijna alle stamping op kleuren leuk. Af en toe heb ik gewoon ook zo'n tik. Dan lopen we ergens, ik weet nog wel, toen we in Hawaii op vakantie waren.
En toen liepen we daar langs de zee. En echt, was zo mooi kleur water. Dus ik zeg zo tegen Rob en mijn man van... ik zeg, oh, dat is Bermuda Bay. Ik zeg, zo'n mooie stamping op kleur. Dan keek hij me echt zo aan van... gaat niet goed met die meid. En dan vind ik het gewoon heerlijk om hem te plagen. Dat ik zo zeg van, oh, Granny Apple Green. Oh, die bloemen zijn net even deel delight. Heerlijk toch, hè? Als je iemand zo'n beetje op stand kunt jagen. Maar ja, ik moet wel echt bekennen dat ik wel echt vaak in die kleuren denk, hoor. Ja, ik vind het wel grappig. Hij dus niet, denk ik. Zo. Proberen zo mooi recht mogelijk te plakken. Ja, dan wil ik het doosje aan gaan kleden. En daarvoor heb ik die leuke set Springtime Joy. Even kijken hoe ik hem hou. Zo. Toen de mini-catalogus uitkwam, was dit echt de eerste set die ik wilde hebben. Ik denk van, oh, wat is die ontzettend leuk. Hier dat konijntje en dat kleine vogeltje. Dat schaapje. Ik vind schaapjes sowieso altijd wel heel erg leuk. Een schattig mandje. Leuke teksten, vrolijke bloemetjes, een vlindertje. Ja, nou, als je hier niet het ultieme lentegevoel van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Dus om tijd te besparen heb ik wel alvast alles ingekleurd. Ik heb gewoon met zo'n watercolor pen. Dan heb ik gewoon inkt. Kun je het doen op je stempelblokje of je doet het aan de binnenzijde van je doosje. Van je inkpad, zeg maar. Maar dat vind ik zelf niet fijn. Want ik wil die altijd mooi, gewoon mooi wit houden. Maar ik weet dat heel veel mensen doen gewoon even aan de binnenzijde druk op je inkpad. Dat die wel afgeeft. En dan kun je daar mooi met je watercolor pen langs afgaan. Dan heb ik hier een stripje van 1 centimeter. Daar wil ik mijn tekst op doen. Welcome Spring. Die ga ik doen met Balmy Blue. En die wil ik dan uitstansen met mijn mooie pons. Echt heel leuk is die. Hou ik hem zo goed? Ja. En daar staan de Lovely Labels Pick a Punch. Kun je in allerlei vormpjes doen. Ja, superleuk. Dus ik zal eerst even mijn labeltje stempelen. Oh ja, mijn inkt. Ik denk, wat ben ik nou aan het zoeken? Mijn Balmy Blue inkt. Zou ook met Pool Party kunnen of met een andere kleur. Ik denk van, oh, ik vind Balmy Blue wel leuk. Ik doe een beetje onderaan mijn inkpad, want hij is een beetje droog aan het worden. Dus ik wil nog even de refill bestellen. Dat doe ik bij mijn volgende bestelling. En dan kan ik mijn inkpad weer mooi vochtig maken. Zo. Oh, kijk eens echt hoe leuk. Nou. Nou gaan we ponzen. Stop ik eerst een strookje hierin. Kijk, ik heb net ietsje te breed, maar dat maakt niet uit, want ik krijg toch altijd hier. Probeer ik hem mooi in het midden te doen. En dan krijg je dus heel mooi zo'n bobbeltje eraan. Echt hartstikke leuk. Even mikken. Van die andere kant nog een klein stukje afdoen. Ja. Ooit is het ook gewoon uitproberen, hoor. Doosje, nou wil ik mijn tekstje erop. Even kijken. Mandje.
Vogeltje. Tulpjes. Vlindertje. Zo vind ik hem wel leuk. Dan gaan we hem vastplakken. Beetje Tombo erop. Misschien kan ik wel eens een tulpje op laten poppen. Zo'n mini dimensional. Eerst even die andere vastplakken. Oh, ik vind ze echt heel leuk. Tulpen, die staan ook altijd zo mooi in de vaas. Ik vind het altijd mooi als ze nog dicht zijn. Of een klein beetje open. Ja, leuk. Het mandje. Ik ben aan het denken, zal ik die tekst op laten poppen of juist het konijntje erboven. Ik doe het zo, ja. Oh, ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen hoor. Maar ik doe het nou een keertje zo. Meestal is de tekst opgepopt, maar. Ik ben hem op zijn kop aan het plakken. Oh, die weer helemaal. Zit me vandaag niet mee. Doosje zit weer aan elkaar. Ga ik het even opnieuw doen. Even denken. Misschien kan ik het beste deze maar gewoon meteen eerst uitlijnen. Welcome spring. Even denken dan mijn konijn. Ik zal hem toch nog maar even opnieuw een beetje lijm op doen. Oh, ik vind het echt zo leuk. De bloemetjes met petal pink gedaan en een heel klein beetje geel erdoor.
En dan Granite Grey heb ik dan de contouren gedaan. En dan heb ik er een blosje gegeven met flamingo, Fleurtje Flamingo. En Granny Apple Green natuurlijk voor de blaadjes en voor het gras. Ik vind het best wel leuk zo om te waterverven. Met blendkleuren vind ik ook mooi. Ik heb ook nog van die potloden. Daar kun je ook mee een soort watercoloring doen. En dan met de blenderpen. Vind ik ook al een leuk effect geven. Ik doe wel meestal gewoon een heel gedeelte vast uitsnijden. Ik heb een silhouet, dus dan kan ik dat mooi inscannen en dan uitsnijden. Of je knipt het uit. Maar ik doe meestal graag een voorraadje maken. Dat ik het dan op mijn gemak kan inkleuren. En dat ik het zo kan gebruiken. Want als je dat dan op het moment dat je dat wilt gaan maken nog moet doen. Het kuikentje laat ik ook eventjes omhoog komen. Dan heb ik vaak last van de druk dat het dan moet. En dan lukt het natuurlijk weer niet. Terwijl als je gewoon lekker op je gemak een paar uurtjes gaat kleuren. Dat vind ik echt dan heel ontspannend en heel leuk om te doen. Oh kijk, wat zo schattig. Ik ben een bloemetje kwijt weer. Een tulpje. Nog een drupje lijm op. Ik dacht dat de plakkertjes er nog op zaten, maar die had ik al eraf gehaald. Zo. Nou, dit was een doosje. Echt leuk. Dan kun je aan de binnenkant even mijn rommel opruimen. Kun je dan lekker van die paaseitjes doen. Ik heb hier nog wat van dat tissue papier. Dat is bij iets wat ik besteld had. Om gewoon alles te laren. Je weet maar nooit of het van pas komt. Kun je dan lekker je doosje zo mee inrichten. En dan had ik bij de Aldi echt van zulke leuke paaseieren gezien. En ze zijn kei lekker. Oh echt, ik moet straks weer echt op gaan letten. Ik kan me eigenlijk zo moeilijk beheersen met chocola. Oh, ik moet natuurlijk niet dat papier eronder, ja. Moet je naar beneden duwen. En dat is dan het doosje. Een gezellig lentedoosje. Of een paasdoosje, net hoe je het wilt noemen. Als je het dan openmaakt. Vol met lekkere eitjes. Nou, ik wil jullie bedanken dat jullie zijn komen kijken. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Ondanks mijn bloepertje. En ik zou zeggen, heel veel plezier verder met de hop. Er zijn vast weer heel veel leuke projectjes die voorbij komen. Lekker veel inspiratie opdoen. En dan tot de volgende keer. Oké, houdoe!